Wat denken jullie? Oh, nou weten we dat ook weer. Sabine. Ja, dankjewel Bert. En ik ben blij dat we hier nog levend staan en dat we niet de zaal uitgegooid zijn. Jurre, een geweldige hengst. Maar we houden nu nog twee grote kanjers hier in de baan. Bij het kampioenschap oudere hengsten. De 6 hengsten die we terug hadden laten komen waren stuk voor stuk kampioenen. En de kwaliteit lag heel dicht bij elkaar. En dan moeten ze die laatste ronde nog een keer doen. En het is echt niet alleen de draf die bepaalt of een hengst kampioen wordt. We kijken naar het totaalplaatje. En voor ons was het... deze twee hengsten die voldeden eraan. Ik heb in het begin gezegd, hengsten moeten je kippenvel geven, hengsten moeten je ontroeren. En dat hebben deze twee hengsten extra gedaan. Reservekampioen bij de oudere hengsten is een hele jeugdige hengst. Een hengst die met heel veel afdruk draaft, die heel lichtvoetig draaft. Timon 503. En dat maakt dat Johannes 484 kampioen wordt bij de oudere hengsten. Gaan opstellen. Kampioen. Dit toch Arend Hulshoort. Nog één keer met z'n allen voor Johannes 484. Jorisan, wat een emotie. Vermeulen, de ringmeester al zo'n jaren. Ja. Probeer het de regie te houden. Mensen, de handen gaan omhoog. Triomptocht. Een mooie kampioen. Gaan de kampioenschurring ouderengst afsluiten. Al die mensen hier vlakbij mij in de buurt. Een aantal gaan de baan uit. Kampioen. Hij was al paard van het jaar. Wat een dag voor Johannes 484 met Age de Wijk. Nou, ja, ik ken dat algehele titel in de wacht slepen, hè? Dat ken. Ja, en dan moet er ook wat gebeuren, ja, toch? Ja, er zit in die jonge groep heel veel talent.